Morning! We gaan vandaag vasten. Absoluut niet mijn ding. Oh wow, als voorbereiding op het vasten gaan we nu net iets doen. Dan moet je dus met dit, zeg maar, water in je neus spuiten. En dan komt het er aan de andere kant uit. Kijk, Roberto gaat het doen. Dat is dus lauw warm water met zout erin. En dan, nou daar gaat hij dan hoor. Je moet dus door je mond blijven ademen. Absoluut niet het water inademen. En dan komt het er gewoon aan de andere kant uit. Wacht. Kijk dan. Dit lijkt me echt super chill om te doen wanneer je verkouden bent. Je moet dus per se beide kanten doen. En ik haat water in mijn neus. Kriya's zijn dus manieren om je lichaam schoon te maken. Net die wat je net zag, is er daar één van. En ik moet zeggen, ik vind het oprecht echt heel fijn. Want ik was een beetje verkouden. En nu is alles gewoon weer helemaal open hier. Je hebt ook een aantal andere waar ik absoluut niet achter staat. Totaal niet. Als je benieuwd bent, moet je maar googlen, want ik ga het niet filmen. Zij zijn het nu aan het doen. En nee, ik ga het zeker niet doen omdat hun allemaal het aan het doen zijn. Ik heb een gruwelijke hekel aan groepsdruk. Ik ben liever forever alone dan dat ik dingen ga doen om bij een groep te horen. Ik ga dus lekker mediteren. Oh ja, Saatje begon dus ook al van ja, dat is weakness of mind, dus zwakte van je geest, bla bla bla. Ik dacht echt, I don't care. Het plan was eerst dat we gewoon 's ochtends yoga zouden doen, daarna ontbijten en dan pas de volgende dag weer ontbijten. Dus echt 24 uur. En nu is het dus gewoon, ja, gisteravond was mijn laatste maaltijd en morgenochtend krijgen we alleen een licht ontbijt met fruit en zo. Je begrijpt dat ik niet helemaal blij ben. Ik mag geen yoga doen, ik mag geen oefeningen doen. Ik ga maar de hele dag in shavasana liggen of zo. And how the dark knows in front of life. And so all these emotions disappear from us. Ik vroeg aan Saatje van, mogen we dan wel de sun salutations doen? En toen zei hij, joh, als je wil mag je de hele les meedoen. Het is toch allemaal psychologisch dat dat niet zou lukken. Maar over het algemeen, wanneer mensen voor het eerst vasten, dan doen ze het rustig aan. Dus ik dacht, ja, sorry, maar ik heb altijd te veel energie in mijn lichaam. Ik ga dit gewoon doen en dan zie ik wel of ik vanmiddag misschien instort. Nee, toch trainen. Als je niet eet, daar heb je vet veel tijd over. Ik weet niet, op de een of andere manier. Het zijn niet zo heel veel eetmomenten wat we hebben, maar het houdt je geest wel bezig ofzo. Je leeft van eetmoment naar eetmoment. En ik heb er een soort van vrede mee gesloten met het vasten. Omdat ik de reden die moslims gebruiken tijdens de Ramadan, dat je dus solidair bent met de armen, die spreekt me heel erg aan. Dat hele detox gebeuren, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je lichaam een zelfreinigend systeem is. Dus ja. Daar doe ik het niet voor. Maar solidair zijn met de armen, ja, dat voel ik wel. Wij mogen trouwens wel water drinken, dus dat is wel anders dan met Ramadan. Hoor je die herrie? Dat is dat busje hier. Dat busje rijdt dus de hele tijd rond met staatsnieuws, zodat iedereen kan horen. Alleen, kijk, hij staat nu heel dichtbij, dus nu hoor je het wel. Maar als hij zeg maar ergens in de straat erachter staat, dan versta je gewoon echt niet wat er wordt gezegd. En dan, ja, heeft het ook niet veel nut, denk ik. Wat is dit, joh? Oh, wacht. Dit is zo'n processie. Omdat ze nu 3 dagen puja holiday hebben, volgens mij. Even kijken, joh. Wat gaan ze doen? Ik wilde net een ditje doen. Verdorie. Oh, nee, wacht. Nee. Er zijn verkiezingen. Ik denk dat het voor de verkiezingen is. Lokale verkiezingen uit mijn hoofd. Kijk, dat is mijn mini-balkonnetje. En, aangezien ik er al een paar keer vanaf ben geklommen. Kijk, als je deze kant op gaat. Oh nee, ik kan. Oh, ik wou zeggen, dit is mijn nooduitgang. Want vanaf hier kom je weer bij die trap waar ik naar beneden ben gekomen. Daarachter. Maar er zijn hier overal tralies voor de ramen. Dus al zou ik willen, dan nog kom ik het raam niet uit. Of iemand anders erin. Hier kan het ook niet. Ja, behalve als deze deur open gaat. Maar die doe ik natuurlijk op slot. Oké, dus dit zou mijn nooduitgang zijn dan. Gewoon door deze deur heen. Het balkon op. La 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 la. Daar weer het hekje overheen klimmen en dan met de trap naar beneden. Maar laten we hopen dat dat niet nodig is. Ik begin hem nu wel te voelen hoor. Ik had een klein beetje honger. Honger valt wel mee hoor, maar ik voel me gewoon een beetje flauw en ik begin hoofdpijn te krijgen. En ik heb genoeg gedronken, dus ik kan niet uitgedroogd zijn. Kijk, Luna is Saatje een massage aan het geven. Ik wilde een Ayurvedische massage nemen, maar ze zijn helaas gesloten vandaag. Ondanks dat is dit echt een van de meest chille dagen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. We zijn gewoon aan het relaxen, ontspannen, mediteren. Niet heel boeiend voor de vlog, maar het is wel heel erg zen. Wauw, Luna is niet alleen een hele goede yoga-lerares. Ze gaat me ook nog eens een massage geven.
Ze is echt awesome. Ik zei, kom naar Nederland. Ik ben je pimp. We gaan even ergens een glaasje water drinken, want we mogen ook geen sap. Maar check dit. Zo kan je een beetje zien hoe cult de kerken hier zijn. En dit is oprecht gewoon dat ze het heel mooi vinden. Vanuit alle bewondering. Het is echt zo leuk om te zien. Kijk nou hoe cool. Vandaag de laatste dag van de Puja Holiday. Gigantische kokosnoten. Het is echt huge. Yummy. Good? Kijk nou hoe schattig. Een babygeitje. En wat is dit? Oh, een babykitten. Ja, ze krijgen hier gewoon te eten. Oh, nog eentje. En waar is nog eentje? Another one? Oh, in the back. Dat is zijn moeder, denk ik. This is the most cute one. Oh, mijn baby's. En ze krijgen gewoon eten hier op straat. Ik viel me reuze mee. Ik heb 3 keer honger gehad. Ik moet zeggen dat alleen de gedachte aan solidariteit met de arme mensen een soort van, ja, hoe zeg je dat, op de been houdt. Want dat hele health issue, oprecht, op mij is het gewoon niet van toepassing. Want ik eet over het algemeen gewoon gezond. Oké, niet in India, maar mensen zeggen dat het heel goed is om te doen wanneer je heel veel rotzooi eet. En dat eet ik gewoon niet zo heel veel. Dus dan denk ik van, ja, sorry, maar dan heb je het gewoon niet nodig. Trouwens, voor de mensen die Ramadan doen, diep respect voor jullie dat je dit gewoon 30 dagen doet. Echt, echt. Ik had al zoveel respect ervoor, maar nu heb ik het zelf ook een beetje ervaren. Stel dat ik ooit een keertje het mee zou willen doen. Wat merk je dan? Weet je wel? Want voor vandaag bijvoorbeeld merk ik dat ik een beetje suf word. En ja, voor de rest niet zo heel veel honger of whatever. Maar je mag dus niet eens water drinken tijdens Ramadan. Tell me, als je moslim bent of als je gewoon een keertje hebt meegedaan met de Ramadan. Laat me even weten in de comments hoe het jou is afgegaan. Morgen gaat de laatste week van Yoga Teacher Training in. Nog 10 minuten tot het eten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.